Daarom ben je met liefst 170 punten al gehele winnaar van de Ketel Binky Koffieketel. Gefeliciteerd. Het is gewoon ten eerste hele goede koffie. Zoals je al ziet, ze hebben verschillende soorten koffie. Je kan proeven, het is sterk, maar toch zacht. Het heeft gewoon een goede bite. En daarnaast is het ook gewoon ontzettend gezellig om hier te zitten. Want het gaat niet alleen om de smaak van de koffie, maar ook om de ontvangst en de bediening. Nou ja, als je hier binnenkomt, het is net alsof je thuis komt. Het is heel erg gezellig. Ze zijn heel erg vriendelijk en je krijgt er altijd iets heel erg lekkers bij. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Deze koffiebar in het Oude Noorden viel al eerder in de prijzen bij de Ketel Binky Koffietrofee. Er hangen in totaal 7 oorkonden aan de muur. Met de winst van dit jaar meegerekend zijn ze in totaal al 3 keer bekroond tot beste koffiebar van onze stad. Eigenlijk wat je doet, dat je gewoon je werk probeert goed te doen en dan je product goede kwaliteit is. Dat is gewoon dezelfde, elke dag, dat moet je blijven doen. Hoor. Hoe vaak komt u hier? Elke dag. Is cappuccino, wij drinken ook heel veel karamel koffie. Die is heel erg lekker, ja. De koffie bevalt me hier al jaren heel goed. Precies goed, niet te sterk en niet te slap. Niet speciaal voor de koffie, maar nu vooral is de bediening zo fantastisch. Het zijn zulke vriendelijke, aardige mensen. En daar ga je ook voor hoor, dat is ook heel belangrijk. Ja, ik neem altijd cappuccino en de rest lust ik niet. Waar vroeger de filterkoffie en de oploskoffie de dienst uitmaakten, zijn we in Rotterdam tegenwoordig vooral fan van de koffiebarretjes. Gelukkig kan iedereen voor zijn cafeïne shot op veel plekken in de stad terecht. En ook die heeft de jury van de Ketel Binky Trofee onder de loep genomen. Ja, de kwaliteit is eigenlijk overal best wel goed. Je hebt af en toe natuurlijk een bakje dat je denkt, gadverdamme, of dat het echt vreselijk duur is. Zo heb je van die ketens en dan betaal je €3,20 en dan moet je nog in de rij staan en dan moet je zelf je koffiebekertje en dan heb je houtlepeltje. Ja, dat vind ik niks. Maar daarom zijn we ook echt om een beetje de kleine ondernemers te stimuleren. En daarom is het ook zo leuk dat Nika dit heeft gewonnen. Ja, een mooie eenmanszaak. Prachtig. En dan de man die de lekkerste koffie van Rotterdam maakt. Hoe drinkt u hem zelf? Ik drink puur espresso. Dat is het beste. Dat is, ja, smaken zijn anders. Hè? Ik bedoel, ik vind dat zelf espresso, puur espresso lekker.